jongens. Ik kan het bijna niet geloven. Na, hoe lang zou het zijn geweest? 2 maanden? 2 maanden hebben we eindelijk onze keuken. Dat betekent dat we weer nieuwe filmpjes kunnen maken. En vandaag gaan we beginnen met een gigantisch lekkere wortelcake. Oké. Zoals je weet, in het vorige kantoor hadden we dat super lieve kleine oventje wat het nooit deed, waardoor niet alles er prachtig uitzag. Vandaag beginnen we met de oven aanzetten en we hebben dus een echte oven. 180 graden, cakeblik kan je invetten, kan je bakpapier inleggen en wortels. Laten we daarmee beginnen. 400 gram wortelen, die kan je raspen. Als je daar geen zin in hebt en je denkt snel, snel, vlug, vlug, gewoon in de keukenmachine en dan moet het er dus zo uit gaan zien. Kiek. 3 bananen. Zorg ervoor dat je rijpe bananen gebruikt. Die hadden wij helaas niet meer, want die hebben we gisteren allemaal opgegeten. Dus we moesten vanochtend even nieuwe halen. Rijpe bananen zijn de bananen die bruine spikkels hebben en die zijn een stuk zoeter. Dus als je 3 hele rijpe bananen hebt, heb je eigenlijk verder geen zoetstof meer nodig. Toch leuk wist je dat je. En die gaan we prakken. Ik denk niet dat het meest interessant is om naar te kijken, maar ik haal die toch wel eventjes weg. Dat kan gewoon met een vork. Of je gooit hem ook in de keukenmachine, maar die was dus nu al bezet. Oké, we zijn 3 jaar verder. Eindelijk zijn die bananen dus geprakt. Zorg dat er eigenlijk geen stukjes meer in zitten. Beetje mag wel. Dan smelt je 5 eetlepels kokosolie. 350 gram meel, het liefste zelfrijs- en bakmeel. En anders speldmeel. Daar voeg je aan toe. Bakpoeder, 2 eetlepels. Bijna vergeten, speculaaskruiden. En die kokosolie waar we op staan te wachten. We zijn nog even een beetje aan het zoeken met alle keukenapparatuur. Dus vandaar die enorme pan. Steelpannetje is makkelijker. En dan heb je dit. Ziet er niet uit, wordt wel ontzettend lekker. Die roer je door elkaar even snel. En dan voeg je daar 150 gram kokosyoghurt aan toe. Elke andere soort yoghurt kan ook. Wel plantaardig natuurlijk. Soja-yoghurt werkt ook als een cheat. Als het dan een beetje aan elkaar begint te plakken. Zoals dit. Dan voeg je de banaan toe. Goed mengen. Wederom, kan ook een trucje zijn voor de keukenmachine. Maar dit werkt ook gewoon. Je zal zien dat het langzaam aan elkaar begint te plakken. Dan weet je dat je het goed doet. Dan mag je jezelf een schouderklopje geven. Zorg even dat je goed schraapt aan de onderkant, want daar blijft het meeste meel altijd plakken. En dat moet wel meegenomen worden, anders dan heb je straks een heel taai stuk worteltaart in je mond. Oké, dan heb je dit. En dan gaat gebeuren waarvoor we allemaal zijn gekomen, de wortel. Als het deeg nog niet helemaal aan elkaar plakt door die bananen, no worries. Er komt een beetje sap van de wortel af. En dat zorgt ervoor dat uiteindelijk dat deeg wel helemaal aan elkaar plakt. Dan het bakblik. En ik zit nu te denken, je kan natuurlijk voor een hele simpele variant gaan. Of nou ja, simpele variant, dus deze. Ontzettend lekker, hoef je eigenlijk niks meer aan toe te voegen. Maar wat hem nou helemaal fantastisch speciaal zou maken, is als we er rozijnen toe bij zouden doen. Of walnoten. Kies er één of doe ze allemaal. Die gaan er doorheen. Oh man, ik begin echt trek te krijgen. En dan, zien jullie hier. Het beslag voor de wortelcake taart. Nou, we gaan er nog wel even nadenken over de naam. Die gaat in een bakblik. Nou, ik vind hem wel knap geworden. Hij is een beetje gemêleerd, zie je dat? Oké, de cake is klaar. De oven is vormverwarmd. Nogmaals 180 graden. Deze gaat erin en over 45 minuten zie ik jullie weer. 45 hele lange minuten verder is de worteltaart eindelijk klaar. Pam, pam, pam. Ik vind hem goed gelukt. Ik vind dat het een plaatje is. Deze laat je nog wel even 10 minuten afkoelen voordat je hem snijdt. Want anders valt hij helemaal uit elkaar. Dan begint hij te kruimen en is hij niet zo mooi als we zouden willen. Dus deze gaan we nog wel even 10 minuten in een bakblik laten zitten. Daarna kan je hem versieren met
vegan slagroom. Ja, wat nog meer. Eigenlijk alles eroverheen waar je trek in hebt. Je kan hem in blokjes snijden en dan als snack bewaren in een koelkast. Hij blijft in een koelkast tot 1,5 week goed. En als je hem in de vriezer legt, dan heb je er over 2 maanden nog plezier van. Dus deze 10 minuten laten afkoelen, snijden in plakjes of in blokjes en daarna heel erg mooi versieren en alvast heel erg eetsmakelijk. Dit recept, denk je, ik wil Melle eventjes nalezen en niet nog een keer de video kijken. Even dikke vrienden, de link naar het recept vind je onder in de video. Als je ons nog niet volgt op Instagram of Facebook, klik dan heel even hier. Abonneer je op YouTube als je benieuwd bent naar meer van dit soort lekkere recepten. En ik hoop dat ik jullie volgende week weer zie.